We hebben max 30 mensen. En u ziet het, nou ja, we houden ons aan maatregelen. Mensen komen met mondkapje in en uit, et cetera. En er zijn allerlei maatregelen voor mensen hier om binnen te komen. Na de dienst gaan ze gelijk weer weg. We hebben geen koffie, thee meer, helaas. We hebben geen eten meer, uiteraard. We houden ons aan alle maatregelen. Maar we vieren wel en in het bijzonder nodigen we vaak mensen in nood uit. Dus ook in psychische nood, om toch de dienst mee te maken. Om hen toch te kunnen bemoedigen. En soms vaak nog in gebed te zijn, et cetera. Wat wij als kerk altijd al doen. Er zijn soms mensen in hoge nood die aan de kerk aankloppen. Kan ik alsjeblieft komen, zodat jullie voor ons kunnen bidden. En die mensen nodigen we speciaal uit op zondagochtend. We hebben heel veel andere activiteiten niet. Door de week doen we heel veel dingen niet. We draaien misschien op 10 of 20% van alle activiteiten die we normaal doen. En dan nodigen we ze wel uit naar die zondagmorgen, zodat er juist even een stukje bemoediging kan zijn. Voorbarig omdat het niet helemaal duidelijk is of het nou rechtstreeks met elkaar te maken heeft, vaccinatie en die tromboses. En het is verstandiger om te wachten op de officiële uitspraak van European Medicines Agency. Die verwachten we morgen of overmorgen, dat is heel snel. Dus ik had het verstandiger geacht om door te gaan met vaccineren, wat heel erg belangrijk is, en die uitspraak af te wachten. De huisartsen worden door de tweede stop overstelpt met vragen. Met Dennis Mook, huisarts. En zitten met de handen in de haren. Dennis Mook Kanamori is ook coördinator van het vaccinatieprogramma Hollands Midden-Noord. Hij signaleert grote onduidelijkheid onder de 60-minners die op het punt staan te worden gevaccineerd met AstraZeneca. Wanneer ben ik dan wel aan de beurt als ik nu niet mag? Of krijg ik een goed alternatief als AstraZeneca niet mag? Wanneer weet u het wel, dokter? Ja, wij weten het niet. Hij voorziet dat morgen of overmorgen het EMA weer groen licht geeft voor AstraZeneca. Maar hij is bang dat de bereidheid om te vaccineren hierdoor sterk is afgenomen. Want aanvankelijk nog zo'n 90%, na de eerste stop nog maar zo'n 60-70% bereidheid. En nu? Hebben 40% hun afspraak gemaakt. Het is wel zo dat er nog heel veel mensen een afspraak kunnen maken. Dus wij hopen ook weer rond die 60-70% wel te halen. Maar het is beduidend minder druk dan we hadden gehoopt, laten we het zo zeggen. Ook al is het niet precies te zeggen wie kans loopt op trombose, volgens Huisman wegen de nadelen niet op tegen de voordelen van het vaccineren. Het antwoord is gewoon niet goed te geven. Maar het is zeker dat het heel zeldzaam is. En dan moet je toch denken aan hoogstens 1 op 100.000. Nou, dat is ontzettend kleine kans. De kans is natuurlijk veel groter dat je, als je aangeraakt wordt door COVID-19... daar ernstig ziek van kan worden. Die kans is veel groter. Dus vaccineren is veel beter dan niet vaccineren en een hele kleine kans op die trombose oplopen. Zou u zich laten vaccineren met AstraZeneca? Ja. Leerlingen uit groep 8 van Brede School Merenwijk hebben vandaag verschillende zelfgemaakte welkomstborden onthuld. Met de borden heten ze de bewoners van de multiculturele wijk welkom op de plekken waar de kinderen vaak samenkomen. Wij als wijkvereniging zijn super trots op dat kinderen in de wijk andere kinderen welkom gaan heten. En dat ze zo openstaan voor iedereen. Ik werd ook gevraagd, joh, en ik vind het geweldig. Wij denken misschien is het wel heel leuk om een kindercomité te maken als er weer nieuwe mensen zijn. We gaan erover nadenken. Open hart voor allemaal. Geweldig wat jullie gedaan hebben. Okay. Sol-medewerker Said had na de onthulling een verrassing voor de kinderen meegenomen. We hebben hier twee koffers naast mij staan. Ik denk dat sommige van de kids denken van, hey, wat is dat nou? Ik weet dat Hamza daar al een tijdje naar aan het kijken is. Maar het is een klein bedankje. Hier zitten namelijk 4 VR-brillen in. En die mogen de kids zometeen gebruiken nadat de activiteit is afgelopen. Dus dank jullie wel. Milou is een van de studenten die actief is via de stichting MOVE. Ik ben het gaan doen omdat ik graag met kinderen werk. En ook eventueel het onderwijs in wil, maar niet zeker weten of ik dat nou voor de klas wil doen of juist in een organisatie. En ik wilde graag bijdragen aan kansengelijkheid onderwerpen. Dus vandaar. Op zo'n middag gaan ze vooral kijken naar wat ze zelf kunnen. Dus wat voor talenten hebben ze, wat vinden ze interessant. En dat is ook echt het doel voor ons om te zoeken, van, zodat ze leren hoe ze naar zichzelf kunnen kijken en hoe ze kunnen groeien. En met die projecten en die input van de klas hebben we een project ontwikkeld. Wat dan voornamelijk uit hen zelf komt. Dus zij kunnen ook terugkijken op een project wat zij zelf hebben neergezet.
En zo'n middag ziet er meestal uit dat je begint met een introductie. Wat heb je vorige week gedaan? Daarna gaan ze aan de slag met een onderdeel. En aan het einde sluit je het af en kijk je uit naar de volgende keer. Said, wat staat er op dat bord? Want jij kan Arabisch lezen, hè? Dat klopt. Nou, allereerst staat er welkom bij Sol. Dat hebben de kids gemaakt. Daarnaast staat er een woordje in het Arabisch. Maar er staat welkom. Maar letterlijk ook echt welkom. De letters W-E-L-K-O-M. Een soort Arabisch-Engels. Arabisch-Engels inderdaad, ja. Multicultureel zijn jullie hier. Absoluut, absoluut. We zitten natuurlijk in een multiculturele wijk ook. En de school is ontzettend multicultureel. Dus ja, het was hun keuze om het op deze manier te doen. Play Freerun Academy Leiden heeft een nieuw gebouw waar straks volop kan worden gefreerund. We hebben het idee eigenlijk een jaar geleden gekregen om hier iets te starten. Toen zijn we begonnen met zoeken naar een zaal. Ik was zelf al best wel actief met lessen in Leiden voor dergelijke verenigingen. En op een gegeven moment kregen we de mogelijkheid om in dit pand te komen. Dus zijn we gelijk gestart, hebben we het gelijk volgebouwd. Nou, eerst gesloopt en toen hebben we het volgebouwd. En ja, nu staan we hier zo met een volle zaal met obstakels. Waar dus al gefrierend wordt, of nog niet? Nee, er wordt nog niet gefrierend natuurlijk. Door de coronamaatregelen mogen we nog niet naar binnen trainen. Maar wanneer dat versoepelt, kunnen we gelijk naar binnen. En voor nu geven jullie ook buitenlessen? Ja, nu doen we buitenlesjes in Leiden. Vooral om de universiteit van Leiden heen. En de bibliotheek ook. Daar wat mooie plekjes. Want hoe zit het met de freerun community in Leiden? Is die groot? De freerun community is nu nog niet zo groot. Het is best een klein groepje. Maar ik hoop dat dit dus verandering kan brengen daaraan. Dat we een mooie groep hebben waar iedereen kan sporten en zijn ding kan doen. Want wat is je ding doen bij freerunnen? Je ding doen, dat is eigenlijk alles wat jij met beweging kan bedenken, uitvoeren en proberen. Seppe, jij freerunt ook bij de Play Freerun Academy Leiden. Ja? Doe jij dit al lang? Ja, ik doe het al een behoorlijke tijd. Eigenlijk sinds kort, na een jaartje, doe ik het wat serieuzer. Daarvoor was het eigenlijk vooral een beetje aankloten, om het zo maar te noemen als dat mag. En verder nu ja, doe ik het wat serieuzer, echt aan het letten op technieken en zo. Dus, Wat is dat belangrijk bij het freerunnen, techniek? Ja, techniek is super belangrijk. Zonder techniek, je kan wel heel veel dingen doen, maar dan ben je na een week zijn je enkels kapot, denk ik, als je geen techniek gebruikt. En daarnaast, heb je nog wat nodig? Moet je bijvoorbeeld lenig zijn om te kunnen freerunnen? Nou, nee, dat hoeft niet. Het is wel een leuke bonus natuurlijk, want dingen zullen gewoon makkelijker gaan, maar het is niet dat essentieel is. En hoe ben jij zo bij het freerunnen gekomen? Nou, ik vond het vroeger onwijs leuk om overal over bankjes en muurtjes heen te klimmen. En toen kwam ik erachter dat het een sport was, nou, soort van. En toen ben ik opgegaan. En heb je nog tips voor mensen die ook willen starten met het freerunnen? Ja, gewoon doen. Doe waar je leuk bij voelt. En natuurlijk, kom naar Play Freerun Academy, daar leren we je alles. Omdat er in de stad niet veel bouwruimte meer is, worden er 4 plaatsen aangewezen waar Leiden echt hoog mag. 2 daarvan zijn bij het station. Het stationsgebied is een van de best bereikbare plekken die we hebben. Eigenlijk in heel de Randstad misschien wel. En als je zegt van je wil ook duurzaam mobiliteit stimuleren, probeer dan de verstedelijking zoveel mogelijk bij die stations te concentreren. Hier aan de Willem de Zwijgelaan komen voor zeker 3 hoge woontorens. Het zogeheten LEED-project. D66 is er wel blij mee. Als we hier in Leiden zeggen, we willen niet in het groen gaan bouwen, niet in de polders om ons heen, ook niet in de parken die we nog hebben, ja, dan moet je de hoogte in. En dat gaan we hier doen. Wel vindt Van Diepen dat de hoogbouw er mooi uit moet zien. Ja, en als je dan hoogbouw hebt die zichtbaar is, dan wil je het met iets aardigs, iets moois, zodat het kwaliteit toevoegt. Bijvoorbeeld een echte Leidse plint. Mooi of niet mooi, buurtbewoners staan niet te springen om hoogbouw in hun achtertuin. En ook het CDA heeft kanttekeningen. We willen echt met elk project kijken naar 3 dingen. Dus wat is het draagvlak vanuit de buurt? Dat vinden we heel belangrijk. Wat is de inpassing van het gebouw in de stad? We moeten echt kijken om per persoon te berekenen wat voor groen is er nodig, wat voor parkeergelegenheid en hoe gaan al die mensen Leiden in en uit. De gemeente weegt deze en ook andere bezwaren zoveel mogelijk mee. En wat betekent het als dat flatgebouw bij jou staat? Wat betekent het gewoon op maaiveld? Maar ook hoe kijk je er tegenaan? Je bezonning, je windhinder. Dat zijn allemaal zaken die we uitgebreid toetsen voordat een plan wordt goedgekeurd. De 4e plek waar mogelijk hoogbouw boven de 70 meter komt is aan de Plesmanlaan bij de A44.
Het wordt een gevarieerd wijkje met wat laagbouw en wat hogere elementen erin en ook een hoog accent. Of er op deze plekken daadwerkelijk boven de 70 meter gebouwd gaat worden, daar moet de gemeenteraad nog over besluiten. Dit is een 1 april grap. Wist het bijna zeker. We dachten het is 1 april en vanavond al langskomen. Nou, dit is echt zo'n grap van de kinderen. Maar, nee. Maar het bleek dus inderdaad toch echt te zijn. Ja. Toen de familie Bollen op 1 april hoorde dat burgemeester Fred van Tricht op bezoek wilde komen, konden ze het bijna niet geloven, maar het plan bleek echt. De Zoetwoudse burgemeester heette de 9000ste inwoners woensdagavond persoonlijk welkom. Ja, dit is toch wel voor Zoeterwoude een mijlpaal. We zijn als gemeente flink aan het groeien. Komende jaren gaan er nog veel bewoners bij komen. We zijn hier vooral in Rijndijk veel aan het bouwen, maar toch ook een Zoeterwoude dorp. En dan is het mooi om die duizendste, die 9000 in dit geval, om die een warm welkom te heten. Er wonen binnen enkele jaren meer mensen in Zoeterwoude-Rijndijk dan in het dorp. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. In ieder geval maakt Zoeterwoude-Rijndijk een flinke inhaalspurt, om het zomaar te zeggen. Maar ik weet niet of het daarom moet gaan. Het moet er vooral om gaan dat Zoeterwoude Zoeterwoude blijft. En dan hebben we de kern Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. En het is denk ik goed als die goed met elkaar kunnen opschieten en dat we daar evenveel aandacht voor hebben. En we zijn blij met alle nieuwe inwoners, of ze nou in het dorp gaan wonen of in Rijndijk. De kerstverse Zoeterwoudenaren kunnen het initiatief van de burgemeester wel waarderen en voelen zich direct thuis. Ja, dat is al prettig. Gewoon als je dan de 9000ste inwoner bent, heb je al gelijk de eerste kennismaking te pakken. Nee, ja, we kennen het zou te veel gezegd zijn als we het hele culturele leven van Zoeterwoude kennen. Dat is natuurlijk niet zo. Meer. Ja, de fietsroutes, het was altijd de combinatie hardlopen en fietsen. Jij fietsen en ik wordt het hardlopen en altijd in deze buurt. Rijden de boulevard. Ja, uiteraard. Precies, de Heineken ook. Maar in ieder geval in de Meerburg. Kerk is natuurlijk zo'n fantastisch pronkstuk van de gemeente. Maar het echt inburgeren hier in de gemeente, ja, dat moet nog plaatsvinden. Ja, zoals het hoort in een dorp, hebben de Bollens al uitgebreid kennis gemaakt met de buurt. Ja, precies. Nou, dat is gedurende het project, ondanks coronatijd, is dat aardig gelukt. Want het moet altijd wel een beetje op afstand natuurlijk. Er is veel digitaal gegaan. En dat is ook wat voordat het project even wat langere aanlooptijd heeft gehad. Dus ja, we kennen aardig wat van de buren. Ja. Ik ben begonnen met een boomhut en een tipi-tent. En ik ben op een gegeven moment het gaan sparen. En daarna ben ik het ook gaan verkopen. Bibi Nieuweburg is 11 jaar en in de ban van Playmobil. Niet alleen als hobby, ze heeft grootse plannen. Aan het begin wel wat en op een gegeven moment ben ik dan weer gestopt. En daarna ben ik weer wat gaan verkopen. Maar nu ben ik echt dat ik denk, ik ga ervoor, dit is wat ik wil. En dit is mijn droom. Je kan er eigenlijk van alles mee. Je kan er zoveel mee en dat maakt het voor mij zo leuk. Nou, ik vind echt het leukste wildlife, omdat ik hou heel erg van bomen en van rotsen en van natuur. Dat vind ik heel leuk en ik hou best wel ook veel van Indianen spullen. En ik heb nu ook western huisjes, dat zijn best wel oude huisjes. Die probeer ik nu te sparen en die bouw ik dan ook helemaal op. Dus dat zijn echt mijn 2 favoriet. Bibi heeft autisme, een vorm van reuma en ze is ook dyslectisch. Dus er ligt heel wat op haar bordje. Ik kan niet naar een hobbyclubje, ik kan niet sporten, ik kan eigenlijk helemaal niks. Ik sport soms op de Wii die wij hebben, maar dat is het wel. En daarom is Playmobil ook zo fijn voor mij, omdat ik daar echt, zou ik maar zeggen, mijn ding mee kan doen. Omdat het is niet te veel druk. Het geeft me juist eigenlijk rust. En ik hoef er niet te veel mee te bewegen. En het is niet te moeilijk of zo. Dus dat maakt het wel echt fijn, zou ik maar zeggen, om ermee te spelen. Ik kan het in mijn eigen, wanneer ik maar wil, zou ik maar zeggen, kan ik het doen. En in mijn eigen wereld. En ik kan een beetje, gewoon een beetje verstoppen van alle narigheid die ik
nu meemaak en die ik al mee heb gemaakt. Dus ja, dat is wel fijn. Ik vind, je moet niet kijken naar de dingen die je niet kan, maar kijken naar de dingen die je wel kan. En bij mij ligt en wat mijn aandacht trekt en waar ik blij van word. Ik koop heel veel op Marktplaats. Voor mijn bedrijf koop ik vaak partijen op en die zoek ik helemaal uit. En de dingen die ik overhoud, doe ik boven in allemaal bakken met allemaal losse onderdelen. Ik heb een bak met bomen en dieren en ik heb een bak met allemaal losse spulletjes. En ik vind soms ook wel eens nog in een kringloop, vind ik soms ook nog wel eens dingen. Helaas zijn die nu natuurlijk dicht met corona, maar ik doe het nu vooral via Marktplaats. Ik doe eigenlijk alles zelf. Ik maak zelf schoon, ik maak zelf de foto's. Ik restaureer het zelf. Ik zet de advertenties zelf op Marktplaats. Ik doe echt alles helemaal zelf. Ik wil graag een eigen museum maken, creëren, hoe dan ook. En ik wil daar ook mijn eigen winkeltje en mijn eigen website echt om, zou ik zeggen, Playmobil te verkopen. En ik wil mensen blij maken, maar ik wil mensen ook er bewust van maken dat het niet een rare ziekte is. Het is niet iets onbekends. Eigenlijk met alle beperkingen, het is niet dat je niks kan. Je kan wel dingen, je kan je passie volgen, je kan wat jij maar wil, kan je. Je kan iets met je leven. Ook al mis je een been. Ook al heb je autisme. Ook al heb je reuma. Het maakt niet uit. Maar je kan iets met je leven.